Met nog een maand te gaan voordat de Paradigm Festival op het Suikerunieterrein begint, zijn vrijwilligers al druk bezig. Ze bouwen een nieuwe spectaculaire chill-out, onderhouden de permanente podia en plaatsen hekwerk. Dat laatste is nog niet voor het grote festival in augustus, maar wel voor het kleinere feest dat komende zondag in het bos plaatsvindt. Paradigm biedt deze vrijwilligers de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Als wij hier met een nieuw project beginnen en mensen willen bijvoorbeeld iets leren bouwen met hout, zorgen wij ervoor dat er mensen zijn die ervaring hebben, die uitleggen hoe dingen moeten. En dan hebben wij zeg maar de capaciteit om dingen te gaan doen. En hebben zij de kans om te leren op die manier daarmee om te gaan. Een vrijwilliger die al een paar jaar meeloopt is Misha. Hij doet het vrijwilligerswerk na zijn studie en is inmiddels net afgestudeerd. Het is echt een oase van rust. Elke keer als je hier het terrein weer opkomt, je voelt meteen een rust bij jezelf. Het zijn altijd hele fijne mensen, hele fijne contacten. En ja, het werk zelf vind ik ook gewoon tof om te doen. Dus ik heb eigenlijk heel veel praktijkervaring hierop kunnen doen naast mijn studie. En ik merk wel dat dat heel veel heeft geholpen. Het belangrijkste wat ik eigenlijk vind is dat we ze een soort van warm welkom bieden. Tenminste, dat is ook van de mensen om me heen hoor. Er ontstaan nieuwe vriendschappen, liefdes. Er ontstaan mensen die bepaalde keuzes gaan maken door wat ze hier gaan doen. Daarnaast vind ik het ook goed om een stukje waardering te geven. En vanuit de organisatie bieden we daardoor bijvoorbeeld tickets gratis voor evenementen of muntjes voor consumpties. En we verzorgen ook de mensen goed met eten en drinken tijdens de evenementen. Aanstaande zondag is een relatief klein feestje in het bos op de Bosstage. Het Paradigm Festival zelf is van 10 tot 13 augustus. Op het grote festival zijn nog tientallen plekken vrij voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Sowieso kunnen mensen naar onze website toe gaan, naar paradigm050.com. Er staat een stuk over vrijwilligers en er staat een link waarin ze zich kunnen aanmelden. Ze kunnen ook even een mailtje sturen naar vrijwilligerswerk@paradigm050.com. En als ze die sturen, dan zit ik bovenop op die mail en dan reageer ik snel en dan begeleid ik ze daarin. En dan probeer ik ook op maat voor mensen te doen, zodat zij wel hetgene wat ze, ja, bijvoorbeeld als ze de zondag graag heen willen, kijken of we de zaterdag een mooie dienst voor ze kunnen inplannen.